Wilfred Gené is vandaag dan toch eindelijk vader geworden van een zoon, Timothy Luca. Nou, is dat niet mooi? Ja, ja, zou Wilfred zelf zeggen. Het wordt vandaag de grote klapshow. We hebben hem aan de lijn. Wilfred, gaat het een beetje met je? Ja, met mij gaat het hartstikke goed, Koert. Vertel eens even hoe dat er allemaal gegaan is bij die geboorte, want wij kunnen niet wachten. Het duurde best lang, hè? Wil je dat nou echt weten? Nou ja, het is afgelopen zaterdag al begonnen. We hebben valse weeën gehad, zoals het mooi heet. En zondag, valse weeën? Ja, dat zijn de nepweeën waren dat inderdaad. Okay. Maar we zijn weer teruggegaan. Ja. Maar gisteren is het echt. Dus we hebben er, althans mijn vrouw met name, heeft er 14 uur weer over gedaan. En een prachtige zoon eruit. Prachtig. Hoe is het met de gezondheid van mevrouw Gené en van de kleine Timothy? Die voelt zich prima. Die voelt zich prima, ja. Of gaat die Luca kan het weekend heet? Weer spelen. Nee, dat begint alweer gelijk lekker. Ja, ja. Is het roepnaam Timothy of roepnaam Luca? Daar zijn we nog niet helemaal uit, Koert. Daar gaan we de komende weken eens even goed over nadenken. Maar we hebben twee mogelijkheden, dus dat komt altijd goed. Hey, maar is mevrouw Gené in goede gezondheid? Nou, mevrouw Gené heeft veel bloed verloren. Die moet even een dagje in het ziekenhuis blijven ter observatie, zoals dat zo mooi heet. En we gaan ervan uit dat ze morgen weer naar huis toe mag. Wilfred Gené, natuurlijk enorm gefeliciteerd namens iedereen hier aanwezig. Maar ik wil toch één iemand aan deze tafel met wie jij eigenlijk de wereldzeeën hebt bevaren. En al die successen die je hebt geboekt, mee hebt gemaakt. Johan Derksen, wat zou jij tot jouw grote vriend Wilfred Gené willen zeggen? Nou, we zijn heel erg blij, maar René en ik zijn ook een tikkeltje teleurgesteld. Want we hadden voorzichtig gehoopt op de naam Johannes René Hansie Hansie. ik heb het begrip voor Timothy Luca is inderdaad wat zingender. En ik heb eigenlijk maar één vraag, Wilfred. Hoe zit zijn haar? Ik moet je eerlijk zeggen, hij heeft belachelijk veel haar, Johan. Ja. Ja, hij heeft echt veel haar. Ja, nee, daar kijk ik niet van op. Nee. Het schijnt dat Jan zijn moeder is 6 maanden wegen. Pas op, pas op. Pas op. Ja. Ik denk dat begon op tweede kerstdag. Hij kwam er in augustus pas uit. Maar René, mevrouw Boskamp moest daarna 6 weken in het ziekenhuis blijven. Ja, lekker. En toen... Hey, nee, maar toen dachten ze van, nu komt de nageboorte. Dat waren bamischijven. Ja. Sorry Wilfred, het spijt Jan's me enorm. Moeder op 396 richtingen. Maar ja, het is natuurlijk ook, weet je... Je zit natuurlijk ook naar hele krankzinnige dingen te kijken. Ik zat weer te kijken naar die wedstrijd van PSV tegen Kiev. Kiev? Of wat is CSKA het? CSKA Moskou. Ja. Maar dan zit daar die Boudewijn Zende, zit daar in die studio. Maar die dat is bij een andere zender is dat, toch? Ja, bij Sport 1. Maar die weet dan volgens mij niet dat als je daar als analist zit... dat de vragen aan je gesteld worden. Nee? En, nog erger, dat ze het liefst hebben dat je op die vraag antwoord geeft. Wat doet hij dan? Ik heb hij geeft liever geen antwoord. Hij houdt zijn mond? Ja, hij houdt gewoon zijn mond. En dan gaat Aad nemen het dan over. Ze hebben 3 keer aan hem gevraagd. Je kan toch wel iets vertellen over die trainer van Madrid? Daar heb je mee gewerkt. Benitez, ja. Kan je daar nou niets over vertellen? Nou, hij wilde dan wel vertellen dat hij wel af en toe rekening hield met de tegenstander. Ja, maar dan denk ik, blijf lekker thuis, joh. Wat is dat voor onzin, joh? Ja. Die kleed zeggen nog aan om naar Amsterdam te rijden. Wat een waanzin. Niet meer doen, zeg jij. Nee, gewoon niet meer doen. Maar zat hij dan met Jack? Nee, hij zat met Aten Mos. Maar ik zou toch als ik wil rumoeren van Sportees, zou ik toch zeggen, joh, donderstraal jij lekker op. Ja. Je komt hier toch zitten om gewoon vragen te beantwoorden, het liefst op een leuke manier. Maar je gaat er niet de hele tijd in zitten houden. Het enige wat je over Benitez te vertellen hebt, is dat hij af en toe wel eens rekening met de tegenstander houdt. Rot even op, joh. Gezellig. Maar er zijn wel andere mensen die ons gefeliciteerd hebben. Wat dacht u van dat Gredemannetje? Johan, Wilfred en René. Nou, gefeliciteerd met het 15-jarig bestaan van jullie programma. Ik kan natuurlijk niet ontbreken in jullie programma, dat zul je begrijpen. Leuk om iets te mogen zeggen. Het is natuurlijk wel een mijlpaal, 15 jaar. En ach ja, af en toe wordt er een grap gemaakt. Ik kan daar wel tegen. Wat ik wel merk is dat het niveau van het programma toch wel een beetje is afgenomen sinds ik er niet meer zit. Dus als jullie weer een keer financieel onderlegd willen worden, dan kom ik graag nog een keer lesgeven. 15-jarig bestaan, hartstikke leuk, gefeliciteerd. En was van een echte Premier League spits. Johan, Wilfred, René, hier ben ik dan. Jullie slechtste, allerslechtste gast ooit. Maar ondanks dat wil ik jullie feliciteren met jullie 15-jarig huwelijk. Want dat is het. Zeer knap, jongens, gefeliciteerd.
Go for it. Lieve mannen van Voetbal Insight, natuurlijk zit ik twee keer de week klaar om naar jullie programma te kijken. Nou, eigenlijk niet, want ik ben niet zo'n voetballiefhebber, maar ik ben wel een liefhebber van jullie. Af en toe zijn we elkaar tegengekomen de afgelopen jaren, soms hadden we een beetje heibel met elkaar, dan hielden we weer van elkaar en misschien is het dat ook wel. Wat zich liept, dat is nectie. Alleen als je op de cursus ook komt. De scheidsrechters en de grensrechters, moeten dat er ook allemaal getraind worden of niet? Want ik bedoel, heb je waar ben je toe? Een grensrechters training. Heb je dat wel eens gezien, René, hoe zo'n grensrechter getraind wordt? Ja, ik denk dat ik daar niet vrolijk van word, eerlijk gezegd. Nee. Ik vind het even aardig om te kijken. Kijk, ja, dat... Met die vlag, hè? Gewoon ja, die zijn met de vlag in de hand geboren natuurlijk. Ja. Nu gaan ze er langs de lijn rennen. Dus ja. Langs de lijn. Ja, zo, ja, 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 hou je streep in de gaten. Ja, ja, ja. Ja. Weer een groepje daar, ja, vlaggetje kijk, erbij. Ja, hey. Ja. Buitenspel, buitenspel, ja, ja buitenspel. Ja. Heel goed, jongens, doorrennen. Jongens. Ja. Ja. Is dat hier? Ja, dat ziet er goed uit. Ja, maar dan dit wil je als grensrechter toch niet dat je vrouw dit ziet, man? Wacht, wacht, buitenspel. Buitenspel. Ja, buitenspel! Ja, buitenspel! Ja, ja. Toch niet te geloven dit. Serieus werkt dit, hè? Ja, en ze vinden moeiteloos figuren die dit graag doen, hè? Ja, ja. Dat is ook een geheime opname. Die mocht niet gefilmd worden. Nee, nee. Ze waren bang dat het uitgezonden zou worden in zo'n programma als dit. Is dat in Holland of? Ja, dit is in Nederland gewoon, ja. Wil je nou grensrechter worden? Nee, nooit van mijn leven niet meer. Nee. Wat is dat voor iets, joh? Ribéry, noem ze allemaal maar op, die hebben hem uitgelachen, midden in zijn gezicht. 15 jaar Voetbal Insight, met allerlei hoogtepunten. Maar waarom ga je daar, onder andere waarom onderbreek bij jij dit nou? Oranje, dames en heren. Omdat hij presentator is. Nee, maar dat is de kracht van dit programma, dat gaat nergens over. Nee. Maar Theo... niet journalistiek hoor, zoals nee, bij de nee, NOS. Nee, nee, nee. Want Theo... wij hebben Pieter Visser niet aan het woord. Het begint te regenen. Meneer, wil je even wachten? Dit is de meneer van Antenna Tres. Spanjaarden, ik sla je eraf, hè? Kijk uit. Ja, van het dak hier. Iedereen had een snor. In 88? Ja, toch ook een snor? Natuurlijk. Ja, ja, maar niet zo groot, hè? Nee! Dit is meer een bromsnor, dit. Ja! Slimmetje. Slimmetje. Ja, maar die snor is al op heel veel plaatsen geweest, Johan, hè? Ja. Ja, maar je vindt het ook fijn dat hij naast je zit. Hij gaat ook steeds aan je zitten, zie ik nu. Ja, dus natuurlijk, jongen. Ja. Dat je wakker schudden. Hij staat net vlak ja, voor de uitzending. Ik controleer steeds op een horloge en mijn portefeuille. Het is zo makkelijk, jongen! Is het nou echt waar dat jij de uitspraak hebt gedaan? Ik laat de dag voor mijn dood laat ik me naturaliseren tot Duits, omdat er dan een mof minder is. Is dat echt waar? Heb je dat nee, gezegd? Dat heb ik niet gezegd. Jullie hebben dat heb ik helemaal niet gezegd, jongen. Dat zei je net. Nee, joh, nee, dat zei je net. Nee, ik ben niet leuk. Ja, het wordt wat onsmakelijk, maar ik vind het bijzonder ontspannend om op de wc te zitten met een sigaartje. Het gebeurt niet zo heel vaak, weet je wel. Eén keer in de hoeveel jaar? Dat we in een finale staan. Toch? Ja, maar moeten we dan om de vijf tellen roepen van jongens, we staan in die finale. We staan in de finale! Anders gaan we bij Dick zitten. Ja. Bij Dick de krantjes. Ja. Lekker uit de kraan drinken. Of denk je dat je wat krijgt? Maar dan zit hij al in zijn pyjama om 10 uur. Tuurlijk. Met die brandweerautootjes. Spelen. Ja, het is een dinkie-tootje. Stuk voor stuk hoogtepunten, ja. Die vond je leuk, hè? Ja, jij dacht dat het vernietigd was. Dat zijn van die momenten, dan kun je geen kant meer op. Nee, als je weigert, sta je voor lul. Loop je de Polonaise, sta je ook voor lul. Dus. Ja. Frans Bauer. Jongens, trouwens, jij begon net bij die uitzending van de... Wat is het nou? De burgers en boeren- en burgerbeweging is het toch, of niet? Ja. Zo zeg je het toch goed? We hebben Caroline van der Plas. Daar ja, de dochter van Wil, mijn collega Wil van der Plas. En die had een Schotse vrouw en daarom heet ze geen Caroline, maar Caroline. Want haar moeder is Schots. En ik heb dat meisje wel zoals klein meisje gezien. Maar die is wel gebekt, hoor. Die gaat erop, hè? Ja, maar mevrouw Simons die is ook wel bespraakt. Maar ze moeten zich wel realiseren dat ze één zeteltje hebben... en dat ze zo'n doelgroepje hebben, maar ze hebben het hoogste woord. Ja. En allemaal zijn ze het eens. Rutte moet weg. Zij zijn BBB, eigenlijk. En Rutte maakte daar een opmerking over in Hugo de Jonge. En dat vond Caroline niet fijn. Dan motie nummer 27. Dat is de motie van... Triple B, wat ik zojuist hoorde. Dat is voor mij nieuw. Deze motie ga ik ontraden. Ja. Mevrouw van der Plas. Sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen.
Net al hoe de minister-president dat zegt, triple B. En u gaat dat nu even vrolijk overdoen. Ik heb hier toen straks een betoog gehouden met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet. Nou, en ik eis ook dat het teruggenomen wordt en dat u onze naam normaal uitspreekt. Voorzitter, niet alleen vanavond, de komende 4 jaar. De minister. Voorzitter, het is geen zins mijn bedoeling om mevrouw van der Plas op enige manier te beledigen of wat dan ook. Geen zins. Dus het is de boer-burgerbeweging, 3 keer B. Dat is zoals het hier staat. Misschien kun jij eens met haar praten. Hey, dat jullie gezamenlijk verf voor je haar inkopen. Ja, ik denk altijd als ze naar die microfoon loopt, dat ze zegt, ik moet scheiden. Oh, ja. Als het ordinair is, vind jij het wel leuk. Ja, dat hoort bij dat programma, Johan. Nee, ik denk dat zij een hoop heeft in de grootte van jou, hoor, Jan. Ja, dat denk ik. He, van die grote keutels. Ja, ja, maar dat zat er ook in dat Lucky TV toen, of niet? Het gekke is, het is een stadsmeisje. Ze is opgegroeid in Deventer. Echt waar? Maar ze is wel gevraagd. Ze is wel gevraagd om thuis te scheiden, niet op niet bij de eerste kamer. En nou wie hoe weer. Dat Lucky TV, dat was echt een geweldig filmpje was dat toen. Wat zei die Hoekstra ook weer tegen die kaart? Ja, dit is weer een ouderwetse, Johan. Hè? Dit is weer een ouderwetse. Ja. Oh, goed, ja. Jongen, ja. Nou ja, we hebben het niveau weer te pakken. Even kijken, we waren bij de Toto. Ze maken nu waar wat ik bedoel. Hm? Zo'n interruptie, volkomen overbodig, want die man bedoelde dat helemaal niet. Nee, maar eerst had Rutte gezegd, triple B had hij gezegd. En toen nam Hugo het over. En die kreeg kletsklats van. Dan dat toontje en dan denk ik, en het loopt maar door en het loopt maar door. Wat een onzin, dat is echt voor de bühne. Is er weer even op tv. Ja, maar die beduuste Hugo die stond er zo. Wat gebeurt nou? Die kreeg onderuit van een zeteltje. Heb jij nou Utrecht, want we hebben allemaal een beetje voorspellingen gedaan. Kampioen en dan de degradant en ook de grote verrassing. Heb je Utrecht de grote verrassing genoemd? Ja. Maar dat kan toch haast niet meer, want ze verrassen toch elk jaar? Grote verrassing is dat ze... In de top 3 gaan komen? Nee, de top 3 voor mij. Ja, ze gaan een van de top 3. Dat ze ziet, je moet kijken, die wedstrijd, die laatste wedstrijd. De instelling die ze hadden, dat was werkelijk fantastisch gewoon. Ook die partij, weet je wat ik net zei, dat ze met team... Zie je weer 8.8. Ik zit naar mijn eigen lijstje te kijken, maar gaan een heleboel mensen zeggen... Ben je een beetje gek op jezelf dan? Ik speel niet in de Eredivisie, maar dat maakt niet uit. Dat speelden ze echt, want de instelling was werelds gewoon. Daarom zeg ik, nou, dat wordt een rassie. Maar dit vind ik nou helemaal niet leuk. Als jij dat wist ik dat jij niet leuk zou vinden. Nee, want als jij de inhoud van dit programma niet serieus neemt... Nee. Hey. En hij meent dit. Ja, hij meent het. Ja, je meent het. Ja, nee, maar dat kan ik nooit tegen. Je mag grappig zijn, dat gaat ons beter af dan jou, maar ja. Dat accent. Vind ik het wel leuk voor jou. Maar dit... Nee, maar dat vind ik niet leuk. Nee, nou ja, haal weg dan. Ja, nog één keer dan. Kan je mij verrassen. Ja. De Nation League zou ons ook nog kunnen redden. Ja. Dat is hartstikke eenvoudig. Voor de mensen die het mee hebben gekregen... Ga je het niet uitleggen. Volgend jaar met het volgende EK, als we dan weer moeten kwalificeren... hebben ze iets nieuws bedacht. En we kunnen namelijk 20 landen kunnen zich rechtstreeks kwalificeren. Maar er blijven er nog 4 tickets over... die via de speciale Nations League zijn te verdienen. En er zijn dan 4 pools ingedeeld. A, B, C en D. We komen waarschijnlijk in pool B terecht. In pool D zitten landen als Luxemburg en San Marino. En die kunnen ook allemaal nog... een ticket halen. Kun je even kort uitleggen hoe dat werkt? Nee? Nee, daar begin ik niet aan. Dat snapt echt niemand, hè? Nee, maar nee, daar moet je echt een studie van maken. Ja. Maar het komt erop neer. Ja? Nederland zit in groep B. Maar haast alle landen in groep B zijn beter dan Nederland. Dus zou ook wel een groep C kunnen zitten. Eigenlijk vinden ze dat we te hoog ingedeeld zijn. Ja, we zijn redelijk hoog ingedeeld, ja. Maar het kan ook nog zijn dat we het toch halen terwijl we het niet winnen. Omdat het land dat dan van ons gewonnen heeft en het wel haalt... ervoor kan zorgen dat wij alsnog wel gaan. Nou, het is nu gewoon een trucje weer om veel wedstrijden te spelen met tv-rechten. En het gaat dan ergens om, dus dan worden ze overal weer uitgezonden. Maar de mensen worden natuurlijk een beetje overvoerd met dit soort potjes. Het gaat helemaal nergens over. Ik speel wel liever tegen Italië dan tegen Wit-Rusland en Luxemburg. Ja. Maar dat gaat ook gewoon door, hè?
Ja, dus de kwalificatie, die, ja, dat de is weer kwalificatie gaat ook weer door. Kwalificeert. Het is een soort alternatief toernooi. Ja. Met een hele lange weg om nog iets goed te trekken. Ja, het is een extraatje inderdaad. Met een kans dat we alsnog mogen gaan. Dus Nederland zal weer afhankelijk worden van de Nations Cup. Nation League inderdaad. Nation League. Ja. En waarschijnlijk gaan er van de 53 landen gaan er 50 landen. Dat verbeteren van jou. Ja. Oh, maar daarvoor zit je toch? Als het weer een keer oliebollentijd wordt, ja? Dan ben je de lul weer. Dan ben je weer de lul, ja. Dat verbeteren. Oh ja, wat ik het meest grappige vond, Jeroen Elshoff zat gewoon vanuit zijn kamer daar commentaar te geven. Had hij ook net zo goed thuis kunnen blijven. Ja, maar dat vind ik trouwens met alle tv-reporters. Want ik ben jarenlang achter het voetballen over de wereld heen gereisd. Ja. En dan zat er altijd een tv-reporter naast je die een week dan in zo'n land was voor een wedstrijd. Die zoop zich 7 avonden de week in stukken reed en eindigde altijd in de paaldansclub. En dan de wedstrijd versloeg die van zo'n klein tv'tje naast mij op de tribune rillend van de kou. Ja. Terwijl die in, hier in de studio een prachtig groot beeldscherm hetzelfde ziet. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar toen een paar centgemachtigden dachten van, ja, het is eigenlijk onzin. Die gasten zitten daar voor een monitor, dat kunnen ze in Hilversum ook. Ja. Toen waren de heren allemaal op een pik getrapt dat ze erbij moesten zijn voor de contacten en voor de sfeer. Wat een lulkoek. Geldverspilling. Ja. Nee, Sieter Vos zit al jaren in het meesterkast. En die roept me steeds dat er weer een restaurant om de hoek laat die de kan ruiken enzovoort. Maar hij zit gewoon lekker... Ja, maar kijk, dat mag je ook gewoon zeggen. Ik zie ook vaak van die verslaggevers, die zitten aan de studio. En daar hebben ze, daarachter hebben ze een stadion in Engeland gemonteerd, net of ze in dat stadion zitten. Manting zit daar dan weer. Maar dat vind ik volksverlakkerij. Zeg gewoon, verslag komt uit de studio in Hilversum. Ja. Gewoon eerlijk zeggen, want daar heb je een veel betere monitor dan waar dan ook. Zo is het. Wij zitten gewoon op Sportpark Zandingen. Ja, daar voelen wij ons echt niet te groot voor. Nee, we zitten hier heerlijk. Het wordt alleen steeds sneller donker. Dat is zaten we maar in de studio. In de echte studio bedoel je? Nou, dit is heerlijk, man. Nee, het is heerlijk, maar kijk, René zal beamen. Wij zitten het liefst gewoon in de vertrouwde studio eigenlijk, hè? Ja, mij maakt het niet zo heel erg uit. Ja, een stukje verder rijden. Maar voor de rest, ja. Zou je het niet liefst vanaf van je eigen bank willen doen dan, thuis? Gewoon dat je op die bank ligt? Nee, dat kan toch niet, man? Ja, je weet niet. Dat is allemaal mogelijk in de thuis. Ja, jij moet een keer een format bedenken voor jezelf liggend op de bank. Ja. Nee, ik vind het gewoon lekker. Ja. Dan kan ik gewoon lekker mijn dingetjes volgen, man. Nou, gisteren was ik werkelijk verbijsterd. We begonnen gisteren, hoe laat? Nee, dat was zaterdag om 10 uur. Oh ja, zaterdag om 10 uur. Om 9:30. En toen maakten ze zich hier wat zorgen om René. Die was er nog niet. Ik zei, ja, je mag je zorgen, René komt wel. Ja. Maar toen hadden ze contact met René gehad, maar die had zich verslapen. Ja, mijn uitzending die om 9:30 begint. Ja. Je bent de enige die dat kan, volgens mij. Lekker, man. Hoe kon dat dan? Ja, lekker gewoon. Lekker in het serretje liggen. En dan staat de zon erop op een gegeven moment. Ja. En dan vallen mijn oogjes dicht. Ja. Ja, en er was helemaal niemand thuis. Dus ja, dan ik werd wakker. Ik dacht, ik kan leren, joh. Ik moet nog naar Otterlo. Ja. Want dat is ook wel een gedoe, hoor. Ja. Dat ben ik niet gewend. Nee, zo'n stukje rijden. Ik ben gewend om 2 keer in de week in die studio te zitten. Ik ben nu al 7 weken onderweg. Maar je hebt ook een ritueel, toch? Met een douche enzovoort, altijd even vlak voor tijd, toch? Ik stofzuig motor, dat soort dingen. Ja, nee, ik moet wel... Ik zit wel in een vast patroon. Ja. Een vast ritme. Mm. Anders hou ik het niet vol, ouwe reus. Nee. En wat is dat vast ritme dan? Nou, niet veel doen overdag. Nee, nee, maar gewoon, weet je... Ik bedoel, ik ga toch niet 1,5 uur met iemand aan de telefoon zitten voordat ik hier naartoe rijd? Daar heb ik nog geen zin in. Dat is verspilde energie. Ja, maar kijk, Wilfred heeft andere bezigheden. Ik heb vandaag bijvoorbeeld al 5 uur radio opgenomen. Ja. Ik ben van 's ochtends vroeg, ik was om 8:30 in het bos met de hond. Ja. En de hele dag druk. En dan moet je haasten om op tijd weer in Otterlo te zijn. Ja, nee. Nou ja, jij hebt dat helemaal met je radioprogramma. Ja, het is over het algemeen wel redelijk druk, maar wij vinden het allebei leuk. Ja, het enige wat ik echt gedaan heb vandaag is dat pommetje gekamd. Maar die is maar zo groot, dat hondje. Die heb ik gekamd vandaag. Dat is een maar hond, hè? Die schrok zich te pleuren. Die denkt, hij komt van de bank af. Ja. Die stond helemaal zo naar mij te kijken. Hij gaat me toch niet uitlaten? Nee. Ja. Jij hebt nooit last van doorlichtplekken? Nee, daar heb ik geen last van. Echt niet. Ik heb het gewoon... Ik kan het prima. Ik heb het prima naar mijn zin, weet je wel. Er liggen bladen, kranten, iPads, dingen. Ik heb allerlei... Ik heb de Olympische Spelen opstaan. Mm. Toevallig zat ik gisteren ook, net als Johan. Johan, als oogjes vielen dicht, die voor mij vallen dan wat later dicht. Heb ik ook naar de triathlon zitten kijken. Ook triathlon voor dames. Was echt fantastische sport. Ja, fantastische sport. Een mooie sport, man. Ook dicht bij elkaar de hele tijd. Ja, ja. En zeker Duffy uit de Bananenrepubliek, die won, geloof ik. Duffy uit de Bananenrepubliek? Spannend. Ja, ergens van een of ander tropisch eiland, geloof ik. Oké, Duffy.
Maar echt goede sport. Ja. Maar die zitten tegenwoordig ook al in minuscule kleine badpakjes op de racefiets. Hè? Dat vind ik een beetje een raar gezicht. In een waarom? Nou, in een badpak op de racefiets. Je komt uit het water. Ja. Je hebt niet echt tijd om te kleden tussendoor. Nee, je hebt geen tijd. Jij wil dat ze zo'n badjas aantrekken van ons dan? Nou, dat zou wel een oplossing zijn. Als dat zou kunnen. Maar het is een beetje een raar gezicht. Je bent die wielrenners met die kniebroeken gewend. En dan zit er een dame op in een bad. Kost allemaal tijd te pakken. Toch, Marloes? Uit de Bananenrepubliek. Ja, dat zit je allemaal niet op te wachten natuurlijk. Vandaag wordt Frans Hoek 60 jaar, bestaat Sesamstraat 40 jaar en Voetbal Insight 15 jaar. Welkom bij een nieuw RTL 5 televisieprogramma Voetbal Insight. Praten over voetbal met onder andere met de hoofdredacteur van Voetbal International, Johan Derksen. Johan, hartelijk welkom. Goedenavond en hartelijk welkom bij Voetbal Insight. Dag dames en heren, een hele goede avond en hartelijk welkom bij RTL Voetbal Insight. Het voetbalpraatprogramma van RTL op de zondagavond om 9:30. Kijk aan, alweer een aflevering van Voetbal International vrijdag 22 januari in het jaar 2010. Welkom bij Voetbal Insight, welkom bij Top Show, terwijl ik geen gesponsord horloge heb. Jij stuurde mij nog een berichtje van Kelly Wekers vanmiddag. Waar sloeg dat op? Nee, dat sloeg het op Instagram was ja, dat. Ja, die Kelly Wekers had op Instagram een soort berichtje gestuurd. Dat ze er een paar weken ging ze uit in de luwte. Oh. Omdat ze ging aan haar derde boek schrijven. Oh ja. En ze ging ook nog een weekje of twee naar de nonnen in Vught. Oh, okay. Om haar Engels een beetje bij te schaven. En dan denk ik, ja, zet gewoon, joh, we zitten met z'n allen op Curaçao. Ik krijg de tering allemaal. Ja, dat denk jij waarschijnlijk, ja. Ja, wat maakt het uit? Ja. Dat maakt het niet uit? Nee, vriendin van John Eubank is dit. Ja, ik ken dat meisje helemaal niet. Nee. Nou ja, ik begreep dat Katja Schuurman dat ook had geschreven. Dat lekker koud weer bij de open haarden zit, die zit gewoon op Bonaire. Ja, maar hun zit in Curaçao. Ja, dat weet jij. Ja. En die sturen dat dit ja, nee, gisteren belde iemand mij, die zei, joh, ik kwam die John Eubank en zijn vrouw nog tegen. Op Curaçao. Ja, en dan ga je zo'n dingetje schrijven dat je even je telefoon uitzet omdat je even rust wil hebben. Ja, even bij de nonnen in Vught gaat zitten. En bij de nonnen in Vught jij opschrijven. Ook gaat, ja. Denk ik, ja, wat onzin, joh. Ja. Zeg dan gewoon dat je er zit. Zeg lekker, joh. We zitten lekker 3 weken op Curaçao. Ik krijg allemaal lasers maar daar. Ja. Ja, toch? Dat is wel beter, toch? Of niet? Ja. Ja. Hebben ze dat variantje ook eigenlijk, of niet? Jazeker. Ja? Curaçao variantje? Jazeker. Nou. Rob Jansen zitten, maar die zitten oh, nu. Die had het dus gezien. Die zitten nu 10 weken, maar die zit al 10 weken binnen. Nee. Die is bang voor het virus. Nee. Er is geen virus daar, joh. Nee, maar je gaat er niet op Curaçao binnen zitten. Hij zit al 10 weken binnen. Het is net 30 graden. Ja, maar hij durft niet naar buiten. Hij is bang voor het variantje. Dan kan je toch beter thuis gaan zitten. Hij heeft een huis, daar kun je doorheen lopen. Maar hij, op een gegeven moment ging het daar een beetje lockdown. En dan kan hij die kleine ook nog zien daar. Oh, oké. Die woont daar. Maar het is voor Dirk Kuyt wel te hopen dat hij ook weer terugkomt. Ja, hij komt weer terug. Nee, maar ik heb begrepen, als je verdwaalt in het huis van Rob in Nederland, dan moeten ze je hulptroepen gaan bellen. Hè? Anders komt hij er nooit meer uit. Rob heeft mij een keer in zijn huis, daar wilde hij een rondleiding doen. Toen heb ik echt bij de helft gezegd van, joh, Rob, luister. Ik stond nu wat anders dan. Anders is het donker als ik naar huis ga. Ja. Ja. Dat is toch vrij pijnlijk dat je op Curaçao zit. En dat je de hele dag binnen gaat. 3 weken binnen zit hij. Korte broek aan. Nou ja. Oh, oh. Nee, jongens, nog 3 kwartier ongeveer. Dan zit het er echt op. Ja. 3 kwartier nog. Dan is het programma helemaal voorbij op RTL 7. Dit is toch wel dat je denkt van het bijzonder. Nou, misschien dat ik dan 1 ding mag zeggen tegen onze kijkers. Want het is natuurlijk zo, wij zijn de kijkers heel veel verschuldigd. Absoluut. Alles. Ja. Wij hebben die televisiering gewonnen, ja. Dankzij de kijkers. Jij bent de beste presentator van Nederland, niet omdat je dat bent, dankzij de kijkers. En ik heb 500.000 boekjes verkocht. En hij heeft 500.000 boekjes en hij heeft zijn zakken verhaal. Gevuld. Ja, maar dat is en het hele verhaal. En wij hebben een groep kijkers. Danny Vera groot gemaakt, ook nog bij dit programma. Danny Vera, die kwam binnen in een oude spijkerbroek en nou. En nou ja. Heeft hij dure maatkostuums. Die Danny Vera, voordat hij hier kwam, trad hij 5 keer in de week op, hè? In de bejaardentehuizen. Nee, voor zijn vrouw. Ja. S'avonds om 10 uur ja. Pakte hij zijn gitaar. Ja, maar nu hij zo druk heeft, doe ik dat. Die ja. Optredens thuis. Ja, dat kan je zo. Nee, maar onze kijkers die zijn zo trouw geweest al die jaren. Als er gestemd moest worden op ons, tuurlijk, dan namen man. Zij de moeite. Tuurlijk. En al die semi-intellectuelen die naar die... andere cultureel hoogstaande programma's kijken, die gaan niet zitten stemmen voor je. Dus nee. Wij zijn, groot geworden is een beetje overdreven, maar wij zijn geworden wat we zijn dankzij onze kijkers. Nou, en daar wou ze heel erg... Dames en heren, voor bedanken. Applausje. Hè?